Hallo, vandaag gaan we namelijk Theme Park Tycoon spelen. Theme Park Tycoon is eigenlijk best heel leuk. Het is namelijk een spel waar je eigenlijk je pretpark maakt. Ik ga het spelen. Tot die eindelijk zo cool wordt als deze. Tot je saai sterren krijgt. En als je een bepaalde hoeveelheid met sterren hebt. Nederland is code geel hier. Als jullie het zien, Nederland is code geel, staat er. Dus Nederland is code geel, dat is prima met corona. Nee, zien jullie niet, konden dat ik een wit achterbeeld heb. Is dat Mediamarkt of niet? Ik denk wel Mediamarkt, een achterbeeld, daar staan. En ik doe eigenlijk zo'n zista achterbeeld. Het is even. Ik ben gisteren ook eens in mijn pretpark geweest. Mijn theme park. Mijn pretparkje. En ik noem hem het avonturenpark. Speciaal voor 1 juli dat ze op schoolreis gaan. Nou, 1 juli mocht 11 dagen is. En zodat de Bulgars Doe Maar Gamen begint. Zodat de originele Doe Maar Gamen. Er komt namelijk ook straks een nieuwe update in Doe Maar Gamen. De spel is erg traag nu. Hij had nog maar 4% opgeladen van de 163. Oh, dus je kan je muis gebruiken om het pad quickly. Oh ja, dat is namelijk een padel. Ik wil namelijk nu met een nieuwe beginnen. Met een nieuw theme park. Create a nail slot. Een Zeus nail. Ik weet alles ook zelf. Nee, ik wil dit even overslaan. Skip tutorial. Dat weet ik allemaal wel. Ja, skip de tutorial. Dit is nog maar geen parkje. Kijk hoe klein dit is. Want als ze dit namelijk krijgen hier allemaal. Met mijn Maloen, jongen. Dan krijgen we een veel groter pretpark. Dus dan moeten ze wel wat kopen. Dus, maar ik wil een achtbaan eerst. Rijden dus. Ik wil de teapots eigenlijk. Bij de tutorial moet je ook altijd beginnen met teapots. Want dat vind ik hier niet zo leuk. Ik wil hier zo'n glijbaan neerzetten. Hier, glijbaan. Ja, hier eindigt 10 dan. Dan kan je via de andere kant zo naar binnen. Nee, aan de andere kant. Oké, ja. Dan is aan de kant jij, kerel. Dan mag deze hier. En dan had je ook direct ben geglijd. Hij is niet aan het testen. Ik vind dat het een beetje duur is. Maar alleen maar. Dus het is Ronald. Dat is de maker van McDonald's. Ik vind dat het 6 euro mag kosten. Want een klein glijtje kost niet 10 euro. Die Ronald is alweer weg. Hè. Ik heb een mooie attractie. Hopelijk gaan jullie erin. Wat ze eigenlijk ook moeten doen. Ik wil pretpark. Ik wil eigenlijk ook, ja, eten neerzetten. Dat zullen we doen. Hamburger, dat is erg lekker. Zo ook pizza. Dat dat allebei fastfood is. Eens andersom. Hoe deed je dat ook alweer? Air, denk ik. Air, ja, air. Draai dat even. Hier, hamburgers. Hier kun je hamburger halen. Vooral doordat Ronald hamburgers heeft bedacht om 1943. Misschien van McDonald's. En mocht dat pizza kraampjes aan. Dat smaakt ook echt lekker. Die Amerika Texas pizza. Ach, ik later gauw even neerzetten. Ik heb letterlijk hetzelfde skin als die zo'n Dutchtuber. Eens aan de kant mevrouw. Een beetje Kara. Ja, het ziet echt lelijk uit, Kara. Even laag. Ja, hier wil ik namelijk ook iets maken. Want hier wil ik namelijk ja, een licht maken. En stoeltjes en prullenbakjes. Jullie moeten namelijk zo'n ding krijgen. Net zoals dat andere. Dat ze het dan gaan doen, dan wil ik even cells hebben. Nee, oh.
groter zelfs. Wil ik eens een toilet hebben. Nee, daar is het toilet. Oh, hier, restroom. Hier is het toilet. En hier kunnen de mensen eens plassen. Ja, want ik zag ook al zo'n plas-emoji. Want ze moeten ook plassen, hè. Hier kunnen ze eens plassen. Het ziet er zo net uit, plassen. En poepen. Oké, ja. Nu gaan ze namelijk nieuwe attractie neerzetten. Die nu namelijk ook eerst mocht dat pad in natuur maken. Nee, ik wil niet dit. Nee, ik wil dit niet. Ik wil helemaal geen geld verspillen, zo alleen maar een bergje. Ja. Ik wil hier mocht wat boompjes hebben. Ik wil eigenlijk zo'n ding hebben, want een baksteen. Dus ik ga eens naar het baksteen, pijltje. Werkt dat ook met de pijltjes? Nee, nou, draai je beeld. Kijk, daar zat hij ook alweer. Ik wil ook wel nog dat boompje, boomdingen hebben. Ik denk doordat het deze is. Nee, dan krijgen ze andere dingen tegen. Namelijk, ja, voor de plantjes niet. Ik wil eigenlijk echt paar, ja. Hij is aan kijken, natuurlijk, deze plantjes neerzetten. Ik wil geen hedget, ik wil een flower bed. Ik wil een bloembedje neerzetten. Ik zet dat hier neer. Hier zitten mooie bloemetjes. Maar het avonturenpark is dat niet zo. Dus even kijken. Zet ze hier ook nog wat bloempjes neer. Hier ook dichtbij de attractie kunnen ze. Ook als ze glijden naar de bloempjes. En dan gaan ze hier namelijk. Net zoals de moestuinmaatjes. Hè, die jullie, ja. Dit zijn namelijk de moestuintjes, dus. Ik wil nu pad neer hebben. Mag ik eens dat pad? Ja, hier. Dan pakken ze hier. Mag ik eens dat pad? Het poppetje staat een beetje soort van. Het jeukt elke keer. Ben ik door een proceptierups gebeten of zo? I don't know. Laten we dit hier bouwen. Dan kunnen ze namelijk hier naar twee attracties gaan. Dit hoort ook de attractieruimte. Mag ik ook een shine hebben? Nee, board bedoel ik, shine. Komt van al die dodo's dat dan ook, troep YouTubers. Okay, dat deed ik echt. Hier kunnen we namelijk naar drie attracties Q-pads moeten hebben. Kunnen we Q-pads hier neerzetten. Dan gaat dit namelijk naar één attractie. Wordt dit namelijk een klein baantje. En het is namelijk. Ben ik echt door een proceptierups gebeten of zo? Denk dat je dus dan krijgt. Als je ziek wordt, als je keihard jeuk krijgt. Van de proceptierups. Dan wil ik hier eens een oppiepoppie neerzetten. Oppiepoppie. Hier, ja. En dan kan hier namelijk. Ander. Werkt dit wel? Nee, dan klik ik eens op R. Hier is R. Mocht uitgaan ook wel hier. En hij is open. En dat is namelijk. Kijk, dat is namelijk hier langs lopen. Langs de moestuintjes. Hier, ja, kunnen ze hier langs lopen. Dat denk ik echt door een proceptiegrups. Die shiny, die kost echt 600, joh. Ik heb nog maar 4000. Ja, dat is namelijk een attractie, ja. Een attractiepack. En dan is hier nog een attractie. Ja. Nu zie je nog een attractie. Een iets goedkopere dan mijn geld heb ik bijna die ook. Ik heb nog maar 4000. Dan wil ik hier die teapots doen. Doen ze hier de ingang van de teapots. Doen ze hier de uitgang.
kijk, dan kunnen ze namelijk 10 euro, ja, om eens in de teapots te gaan. Theepotjes. Dan gaan we namelijk weer naar pad. Dan gaan we hier namelijk terug pad neerzetten. Kunnen ze namelijk, ja. Zo weer daar weer terug naar binnen. Wacht deze. Ja. Kunnen ze deze, ja, hier door. Ja. En als ze niet willen, kunnen ze deze, ja, dan eten halen of zo. Dan als ze daardoor kunnen. En als ze dat niet willen, kunnen ze hier eens eten halen. Kijk, dan kunnen ze hier lekker eten halen. Dus als ze dan niet... Wil ik hier ook nog wat plantjes neerzetten. Geen bergen, maar plantjes. Waar zijn plantjes? Oh, hier zijn plantjes. Dan wil ik hier gewoon boompjes neer hebben. Die mooie kerstbomen. Ja. Ja, hier kunnen ze lekker gaan in dat teapot. Ze willen graag in met 10 euro. Kijk dan. Zie je dat etenskraampjes neer. Ice cream. IJsjes doen. Soste ijsje erbij. En popcorn. Nee, ken dit ding. En dan hier mocht dat frietjes. Hier mocht dat frietjes. En dat doen ze hier, die slushie. Ik denk dat dat is, slushie. Popcorn. En hot drinks. Echt maar iets dat heet is. Dan kunnen ze hier lekker eten halen. En als ze dat niet willen, gaan ze weer terug. Dus als ze eten niet willen, dan kunnen ze hier eten dat eten halen. En dan kunnen ze zo eten hier overheen klimmen en gauw terugrennen. Kijk hoeveel mensen erin willen. Het hele ding zit vol. Dit draait ook lekker met dit campy ding. Nee, teapot ding, ja. Ik denk dat je die in het avontuurpark helaas niet hebt, deze teapot. Hier, dan kunnen ze hier lekker draaien. Toch hier ergens mocht wat eten neerzetten. Hier dat eten. En dat was het voor deze pretpark studio. Ik krijg ze achter de schermen hier blijven wachten tot ze dat geld krijgen. Hoeveel sterren heeft dit pretpark? Oeh, 1 ster dus. See you later.